geen gevoel van gebondenheid met het land waarin ik toevallig ben geboren. Helemaal niet. Je bent ergens geboren, je vindt het leuk, goed, vind je het niet leuk, ga verhuizen. Vind een land waarin je wel thuis voelt. En dan is het thuis. De reden waarom ik naar Nederland kwam was omdat ik hier een hele goede universiteit heb gevonden waarin ik promotie kon doen. De andere geef ik ook les aan eerste jaar, tweede jaar en derde jaar studenten. En ik doe ook onderzoek in algebraïsche topologie. Algebraïsche topologie is een deel van de moderne wiskunde die gezien kan worden als moderne meetkunde. Maar verder uit te leggen precies wat dat inhoudt, dat eist wat meer tijd. Vandaag gaan we beginnen met de beginselen van elementaire getallentheorie. In het eerste jaar dat ik hier was, was ik AIO en moest werkcolleges verzorgen. En dat heb ik in het Engels gedaan, omdat ik heel weinig Nederlands kon. Maar tijdens het eerste jaar heb ik heel veel tijd ingestoken om Nederlands te leren. Dat was voor mijzelf gewoon heel erg belangrijk. En na een jaar dacht ik dat mijn Nederlands goed genoeg was om een poging te maken om de werkcolleges te verzorgen in het Nederlands. En ik probeerde het. En de studenten waren heel erg enthousiast. Dus af en toe moest ik wel de studenten vragen van hoe zeg je dat in het Nederlands of zo niet. En af en toe heb ik iets zo verkeerd gedaan dat de studenten moesten lachen. Maar ja, dat is ook goed. Dus vanaf het tweede jaar heb ik de werkcolleges in het Nederlands gegeven. Het begrip delen met rest. Nou, jullie denken misschien dat wat jullie alles over delen met rest al weten. Ik vond het beheersen van de Nederlandse taal ontzettend belangrijk, voornamelijk voor mezelf. Deel van thuis voelen is dat je de taal kan spreken. A delen door 1 geeft A met 0 als rest. Dus als B is 0, dan 3 ja. In Israël voelde ik me niet thuis, omdat Israël een heel erg ingewikkeld land is met heel erg ingewikkelde problemen die voor mij gewoon geen betrekking hebben. Het gaat daar meestal om problemen van religieuze aard, gevecht over land wat voor mij helemaal niet belangrijk is. In Israël, ja, er is altijd discussie over wie is de eigenaar van het land en wie heeft recht hier en wie heeft recht daar? En ik voel me gewoon van, ja, wat maakt het nou uit? We zijn mensen, we wonen hier, we willen gewoon rustig wonen. En dat kan niet. Op dit moment, de problemen daar zijn zo ingewikkeld. En een oplossing van het probleem vind ik niet, zie ik niet. Of wat ik wel als oplossing zie, is gewoon niet acceptabel voor bijna iedereen. Dus, en de reden is dat ik voel me gewoon niet betrokken bij het land. Terwijl voor heel veel bewoners daar, ook Israëliërs, ook Arabiërs, ook Palestijnen, ze voelen zich wel heel erg betrokken bij het land. Tussen 2000 en 2003, zeg maar, waren het erg heftige jaren met heel veel bomaanslagen. Ja, dat was niet fijn. Het is eng. Ik heb heel vaak maatregelen genomen om mogelijke problemen te voorkomen. Heel vaak als ik heb gezien dat een straat vol met mensen was, dan ging ik weer een andere straat. Of als ik ergens anders wilde zitten en ik zag dat er veel mensen daar waren, dan ging ik ergens anders. Of gewoon helemaal niet buiten gaan om te eten of te drinken of gezellig met vriendjes te praten. Het was toen zo erg. Daarnaast heb je ook verplichte militaire dienst. Dat is ook niet fijn. ik zou mij ook beschrijven als pacifist. Maar toen ik 18 was, was ik opgeroepen om, net als iedereen,
Alle mannen moeten 3 jaar daarin het leger in en vrouwen moeten 2 jaar. Dus ik was opgeroepen om soldaat te worden. Dat vond ik vreselijk. Het invloed van mijn eigen ervaring in het leger en ook gewoon het bestaan van het leger en legerplicht in Israël was van heel groot invloed op mijn beslissing om Israël te verlaten en ergens anders te gaan wonen. Ook op het moment dat je denkt, ja, kinderen, een gezinnetje en alles. En je denkt, nou, dan moeten mijn kinderen dat meemaken. Dat is ook duidelijk dat ik dat niet wilde. Ik vind Nederland een heel erg leuk land. De eerste keer dat ik in Nederland was geweest, was in 2000. We waren op weg naar de Verenigde Staten om te gaan trouwen. En we hebben hier een pre-honeymoon van 1 week doorgebracht. En dat was het eerste keer dat ik buiten Israël ben geweest. En ik vond het gewoon heel erg fantastisch. Het is heel erg relaxed in Nederland in vergelijking met Israël. En dat proef je ook in de lucht. Op het moment dat je in Schiphol bent, voel je gelijk. Het is anders. Het is relaxed. Ja. Ik voel me hier eigenlijk meer thuis als ik in Israël ooit voelde. En dat was al van het eerste moment. Dat is een beetje raar. Maar het was heel erg duidelijk. Maar misschien heeft het ook iets te maken met het feit dat ik in Israël helemaal niet thuis voel. Mijn dochter is 1,5 jaar. Ze is thuis geboren in bad, voordat de verloskundige er was ook. Het was heel erg gezellig. Het is prachtig. Ik spreek Engels met haar en mijn vrouw spreekt Hebreeuws met haar. En ze spreekt al aardig wat in beide talen en ook af en toe een woord in het Nederlands. Veranderde je wereld ineens. De verantwoordelijkheden dat je draagt zijn plotseling helemaal anders. En de dingen dat je belangrijk vindt zijn plotseling anders. Prioriteiten veranderen. Dus het heeft een enorm effect. En ik vind het heel erg leuk. Ik heb wat minder tijd om andere dingen te doen. En ik slaap ook niet zoveel, maar ja, is goed. Just escape. En safe. Ik ben heel erg blij dat mijn dochter hier groeit en niet in Israël. Dat zij niet hoeft zorgen te maken of ze het leger in moet gaan of niet. Nee, ze hoeft het niet te doen. Als ze lesbisch wordt, dan is het oké, geen probleem. Als ze wat ze wil doen, dat kan. These are juices. Juices. We're taking all of them with us. Open. We'll open it when you get to the another licht. Nu woon ik in een centraal wonen project. Dat is een soort gemeenschappelijke wonen. Het bestaat uit 60 huishoudens. En iedere familie heeft een huis, dus met die eigen wc, een douche, een keuken, een woonkamer, een slaapkamer en alles. En daarnaast zijn er nogal veel gemeenschappelijke ruimtes. Iedereen die daar woont, kiest om daar te wonen, omdat ze wat meer contact willen met de buren en niet minder. Ik vind het ook heel erg belangrijk voor mezelf en vooral voor mijn dochter, dat om in een soort gemeenschap te wonen waar zij dus veel contact heeft met Nederlanders, met kinderen. Want als ik wil dat ze goed Nederlands kan praten, dan is het belangrijk dat zij Nederlands leert, maar niet van mij, maar juist van mensen die dat echt goed kunnen. Dus in zo'n gemeenschap is het gebeurt gewoon vanzelf. Leuk.
welkom in Nederland. Ah, alsnog welkom. Alsnog welkom. Italië. Open. Ik kijk. Plechtigheid, ceremonie. Ja, precies. Een soort uitreiking. Ja, de burgemeester moet de tijd vinden om het te doen. Ja, op het moment dat ik zeg, ik wil hier wonen, ik wil blijven wonen, ik wil in Israël niet wonen, dan is het alleen maar logisch dat ik dan Nederlander word en dan ben ik geen Israëliër meer. Het is voor mij een kwestie van kies waar je wil wonen en de gevolgen daarvan zijn dat je burger wordt van het land waar je woont. En vorige week heb ik een brief gekregen dat Hare Majesteit, de koningin, heeft mijn naturalisatieaanvraag goedgekeurd. Dus als het goed is, dan krijg ik binnenkort een uitnodigingsbrief voor een ceremonie waarin ik Nederlander word. Ja, dat is heel leuk. Dank je wel.